voormalig burgemeester van de Vrije Keizerlijke Hansestad Deventer, weet ik natuurlijk als geen ander hoe de Hanze steeds weer is terug te vinden in de IJsselstreek. Hoe het verhaal en hoe de geschiedenis van de Hanze grote groepen mensen nog steeds aanspreekt. Hoe het in de harten van de mensen zit. En dat zijn sporen van een heel rijk en een heel boeiend verleden. Denk maar eens bijvoorbeeld aan die karakteristieke Hanzegevels. Die moet daar in de verschillende monumentale panden, zoals het pakhuis en de woningen van de rijke koningen. Of aan de archeologische collecties in de Hanzesteden. En de collectie van de provincie, die voorwerpen van grote waarde herbergen uit alle delen van het Hanzennetwerk. En ondertussen werken de Hanzesteden langs de IJssel aan een heel actief gezamenlijk Hanzestedenmarketing. En Kampen zelf is daar ook zeer actief in. Met haar eigen marketing en presenteert zich als hartelijke Hanzestad aan de IJssel. Nou, die hartelijkheid die hebben alle Hanzesteden en de talloze mensen die hier toen te gast zijn geweest in 2017 wel mogen merken toen de internationale Hanzedagen hier in Kampen werden georganiseerd. Maar het blijkt ook gewoon uit het feit dat Kampen op allerlei manieren in allerlei netwerken acteert in dit, rond dit nautische thema. En op deze manier heeft de Hanze nog steeds een actuele waarde voor het kijken naar onszelf en onze geschiedenis, maar ook in de manier waarop we ook economisch op een handel drijven met elkaar. Misschien wat minder de Angelsaksische en wat meer de manier waarop we in de Hanze met elkaar handel drijven vanuit vertrouwen, vanuit zakelijke relaties. En ik denk dat dat ook een inspiratie is voor de dag van vandaag. Het raakt dus niet uit onze hart. Ik zou wel aanbevelen om er niet kwijt te raken. Nou, specifiek voor Kampen kunnen we natuurlijk niet om de Kampenkogge heen. De Kampenkogge die keurig vaart en de IJsselkogge die, als het goed is, ook eens een keertje naar Kampen komt. Een scheepstype dat denk ik wel ongelooflijk belangrijk is geweest. Het belangrijkste symbool is voor onze Hanze. Niet voor niets is ook het logo van Hanzestedenmarketing inderdaad de afbeelding van deze kogge. En bijzonder voor Kampen is dus, Deventer had er geen één, Kampen heeft er twee. En dat is te respecteren. Ik ga graag het woord als jaloezie voor niet gebruiken. We hadden wel een beetje jeugd. Beste Bart. Maar naast een prachtige zeewaardige replica, want ik heb hem op allerlei plekken, tot in Bergen heb ik in Noorwegen de Kampenkogge mogen zien. Dat is niet zo lang de echte kogge hier uit de IJssel geborgen. Een bijzondere bijvang zou je kunnen zeggen van de verdieping van de IJssel hier. Hij heeft al een tijd hier op de kade gelegen en heeft er al ongelooflijk veel mensen getrokken. En ja, die bijzondere vondst die deed en die doet gewoon heel veel stof opwaaien. Veel media-aandacht, lokale ondernemers bedachten allerlei mogelijkheden om aan de kogge gerelateerde producten te gaan verkopen. En er ontstonden allerlei ambitieuze plannen om de kogge hier in de stad te toon te stellen. Het laatste meer zien we dus de Hanze de harten sneller laten kloppen. En ja, zo is het nog even niet. De kwetsbare schip ligt nu, zoals u allemaal weet, ter conservering in Lelystad. En naar het zicht van aanzien gaat het nog wel een paar jaar duren. Het is nu even uit het oog, maar zeker, daar ben ik van overtuigd, niet uit het hart. En ik vind het meer dan logisch dat Kampen de kogge terug naar Kampen wil halen. En de gemeente heeft hier zelfs afspraken over gemaakt met het Rijk. Ja, die thuiskomst van zijn kogge, dat is geen sinecure, dames en heren. Maar dat zullen velen van u al weten. Want ja, voor een dergelijk groot en kwetsbaar object, daar moet een goede plek voor worden gekregen. Dat omdat een dergelijk schip onder de juiste omstandigheden niet alleen nu geconserveerd, maar ook straks moet worden bewaard en geëxposeerd. Nou, Kampen heeft de vanzelfsprekende ambitie, vind ik, om meer te doen dan alleen maar het tentoonstellen van zo'n kogge. En dat zou het mooi zijn als dat lukt. De gemeente Kampen heeft de ambitie om het icoon ook te gebruiken om het verhaal van dat schip, van Kampen, van de Hanze aan het grote publiek te presenteren. En misschien kan dat ook wel eens samenwerken met andere Hanzesteden langs de IJssel. Ik denk dat de gemeente de komende jaren zal gebruiken om de mogelijkheden om met de verschillende partners te verkennen hoe nou een permanente expositie rond die IJsselkogge vorm en inhoud kan krijgen. Een grote opgave waar we als provincie graag in meedenken over te nemen stappen. En de toekomst zal uitwijzen hoe deze geschiedenis haar plek zal krijgen. Vandaag, dames en heren, is het aan mij de eer om een drietal tentoonstellingen te mogen openen. Om te noemen Kampen, Koggestad, Geheimen van de IJsselkogge.
dames en heren, ik zou zeggen, laat de Hanze, laat Kampen uw hart veroveren. Hiermee verklaar ik dat de drie exposities gezamenlijk voor geopend. Veel plezier! APPLAUS